We hadden niemand minder dan de kerstman in de studio voor een exclusief interview. En ik kan met gerust hart zeggen dat het een merkwaardig gesprek werd. De man die iedereen kent van cadeautjes, witte kerst, gevulde sokken en gezelligheid, kwam stinkend na alcohol de studio binnen. En leek zelfs een beetje high te zijn. Er was geen fatsoenlijk gesprek mogelijk. Zeg maar tegen je moeder dat ik om 11 uur kom. Goeiedag. Welkom. Goeiedag. Hi. Ik heb geen... Bedankt dat u op tijd bent. Ja. Goeiedag, dankjewel. Ik ga even daar zitten. Ja. Als je me nodig hebt, ik ben daar. Mijn collega, komt u even zenderen? Hier even. Heeft u daar. Kom maar, doe ik wel. Na lang wachten kon het interview dan eindelijk beginnen. Al was er allerminst sprake van een kerststemming. Welkom, meneer de Kerstman. Hoi. Bedankt dat u wat tijd voor ons heeft vrijgemaakt. Leuk. Hoeveel ga je vragen? Het hoeft niet al te lang te duren. Gewoon mooi. Zolang het nog leuk is. Ja, zo kort. Oké. Hoe maakt u het? Ten eerste noemen we maar Willem. Dat het kerstman gedoe, daar ben ik helemaal doodziek van. Ik zit hier ook niet voor mijn lol. Ik ben gewoon bijna vrij Willem. Ik hoorde u net praten over die mormels. Die kinderen worden met dit jaar dikker, begrijp ik dus. Het zijn gewoon dikke, vatsige, gore kinderen gewoon. Ik kan bijna bij hun op schoot, smerig. Ik was in de veronderstelling dat u van kinderen hield, maar dat is dus... Kinderen houden van mij. Ja? Ik hou niet van kinderen. U zit 300 jaar in het vak. Wat waren de ergste kinderen die u op uw schoot heeft gehad? De ergste kinderen die ik op schoot heb gehad, waren sowieso alle kinderen. Maar als we dan echt gewoon gaan focussen op wat voor kinderen... Ik heb de Dalai Lama op schoot gehad. Vuile kuthippie dat het er is. Poetin. Weet je, Poetin. Poetin kon niet bij je op schoot zitten. Jij gaat onder Poetins lichaam zitten, volgens hem. Die is helemaal niet goed. Osama heeft hier gezeten. Adolf Hitler. Albert fucking Verlinde heeft hier gezeten. Maar hoe houdt u het dan voor? Cocaïne. Gewoon cocaïne. Weet je, dat zie je toch niet hier in die buiten. Gewoon hier zo lekker witte kroontjes. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier aardig verrast door. Ik dacht dat u heeft gewoon een off day. U bent een beetje chagrijnig, maar u bent het gewoon als dat. Eeuw. Dit is uw last. Dit is mijn last om te dragen. Jezus had zijn last, ik heb de mijne. Even terug naar de orde van de dag. De feestdagen staan voor de deur. Ja. En, verschrikkelijke tijd. Ja, dus dat wilde ik dus net zeggen. Ja. U kijkt er waarschijnlijk niet naar uit. Nee, ik heb totaal geen zin. Ik ben blij dat het voorbij is. Ik moet zeggen, dit is echt verrassend voor me. De kerstman die niet eens geniet van de feestdag. Kijk. Dit is een van die goedkope troep, hè, Chantal. Ik dacht Chantal trouwens, ik doe het niet meer eentje. Chantal is mijn wijf. Kan je trouwens even voor mij tweeten, wordt geïnterviewd door een Mogol hashtag retardboy. Kan je dat even tweeten, Chantal? Kan je dat? Mooi. U bent niet de meest vriendelijke. Ga verder met de vraag. Ik bedoel, de Noordpool doet u geen goed volgens mij. Ben je eens op de Noordpool geweest? Ja, maar waarom doet u er niets aan? Waarom gaat u niet... Ik ben ermee bezig, jongen. Klimaatverandering, global warming. Alleen dat duurt langer dan 300 jaar. Dat is uw plan. Uw plan? Hoe loopt het met de voorbereidingen? De voorbereidingen gaan goed. In principe doe ik alles met Chantal samen. En dan thuis. En dan bestel ik gewoon al mijn shit bij bol.com. Ja. Ah, wat dat betreft is de 21ste eeuw is echt toppie. U heeft het druk. Ja. Bol.com helpt u hier en daar? Of is een verademing? We hebben het over, maar u doet het niet alleen. Waar zijn de dwergen? De dwergen. Want ik dacht... Dat zal waarschijnlijk dan ook een mythe zijn. Ik dacht dat... De elfen bedoel je ten eerste? Hij heeft het over dwergen. Zie ik eruit als sneeuwwitje? Oh, maak me wakker. Nee. Ik ga u niet zoenen, meneer de Kerstman. De elfjes, die lilliputters van me, die heb ik maar gewoon elfen genoemd. Die zijn alleen voor fotoshoots. Brengt dat u niet in de problemen? Want ik neem wat aan van... Problemen? Sinterklaas heeft natuurlijk een hoop gezeik gehad met de Zwarte Piet. Zwarte Piet. Sinterklaas. Ja, wat vindt u sowieso van de hele commotie rondom Zwarte Piet? Wat vindt de Kerstman van de hele commotie rondom... We zijn weer in Nederland, Chantal. Waarom hebben we het over hem? Wie is hij? Wie is Sinterklaas? Ja, ik stel gewoon een vraag. U reageert hier zo... Ja, ik geef gewoon een antwoord. Ligt het zo gevoelig? Ik proef een zekere concurrentiegevoel. Smerige smaak in je mond, niet goed je tanden gepoetst. Wat proef je? U kunt hier even een serieus gesprek voeren, toch? Ik neem aan dat u kunt hier wel een serieus gesprek voeren, ja.
Ja? Ja. Hè? Ja, maar wat? Weet je wat het is? Weet je wie ik ben? Ik ben Mozes die de zee splijt. Weet je wie hij is? Hij is een visje wat aan de zijkant blijft daar. Hè? Ja, doe even rustig. Ga even doe rustig voor ga wat? Meneer, we hebben een dom interview. Ik zeg, ik wil het niet over Sinterklaas hebben. Sinterklaas zitten. Je vindt het allemaal op elkaar lijken. Hij heeft rood aan, hij heeft een witte baard. Ziet eruit zo op elkaar lijken. Waarom zit het u zo dwars? Ik wil het niet over Sinterklaas hebben. Zit u niet achter heel die commotie met Zwarte Piet? Hallo? Ik ga weg, man. Fuck deze hele kerel met je fucking kankerzooi. Hè? Geef dit aan hem. Het was schrikbarend om de ware aard van de kerstman te zien. Hij leek niet voor reden vatbaar en was zelfs lichtelijk agressief. Als journalist voel ik me geroepen de onderste steen boven te halen, dus achterhaalden wij zijn verblijfplaats en zochten we hem op. We hebben weten te achterhalen waar de kerstman aanwezig is. Hij is hier in een van deze panden en volgens mij komt hij daar aangereden. Ja, daar heb je hem. We gaan even het verhaal halen waarom hij zo agressief wegliep. Meneer de Kerstman, waarom liep u weg? Loopt u altijd tijdens een interview weg? Meneer de Kerstman, waarom deed u zo agressief? Heeft u iets te verbergen? Heeft u iets te verbergen, meneer de Kerstman? Ga je van de kant gaan? Heeft u het er van normaal antwoord? Ga je van de kant gaan? Ja, als je niet van de kant gaat. Heeft u iets te verbergen, meneer? Oh, oh. Even rustig aan, hè. Even rustig. We hebben een fatsoenlijk gesprek en wat doet u? U loopt er agressief de set af. Ja, klopt. Vindt u dat normaal? Geen commentaar, van de kant gaan. Nee, meneer de Kerstman, van de cameraman afblijven, Ik stel u normale vragen en op het moment dat het iets te kritisch wordt, wordt u gelijk agressief. Maakt u zich niet druk om uw imago. U gedraagt zich echt onschendbaar. Volgens mij ben ik duidelijk geweest de laatste keer, gozer. Meneer de Kerstman, waarom bent u zo agressief? U bent hier voor een feestdag en kijk hoe u zich gedraagt. Hij wil geen antwoord geven en hij is zelfs een beetje handtastelijk, zit aan de camera. Wat vindt u hiervan? Meneer de Kerstman, hallo. Ik ga nog één keer zeggen, gozer. Hey. Aan de kant, gozer. Even rustig aan. Van de cameraman afblijven. Doe even rustig. Hallo, meneer de Kerstman. Kunt u even de deur open doen? Hallo! Dit is dus wat er gebeurt als je de kerstman vragen stelt. We stellen hem normale vragen, hij slaat me op mijn mond, hij valt de cameraman aan. Absurd, belachelijk. Hallo! Ongelooflijk dit. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go.